Ik ben blij dat jullie er allemaal zijn. Er zijn nog weer meer mensen dan ik gedacht had. Dus het humeur van de boswachter is goed. Mijn naam is Wieger Pen en ik ben boswachter voor Staatsbosbeheer op de Zuid-Hollandse eilanden. En langs het Haringvliet Hollands Diep, waar we deze dag gaan varen, liggen allemaal gebieden die bij Staatsbosbeheer in beheer zijn. En daar komen we langs. Het heet Varen naar de Wintervogels. Wij vertellen over de vogels die we zien. We vertellen over de gebieden die we zien. We zijn nu in Willemstad, varen zo meteen de haven uit. En gaan dan linksaf, ja dat mag je volgens mij in scheepvaarttermen niet zeggen, maar gaan we over bakboord. Dan varen we langs de zuidkant van de Hoekse Waard. De zuidkant van de Hoekse Waard. We gaan door het vuile gat bij het eiland 10 gemeten. En we gaan na 10 gemeten komen we langs de Korendijkse Slikken. En dan gaan we over stuurboord gaan we een eindje het Spui in. Spui is altijd leuk, dat is het water tussen de Hoekse Waard en voor de putten. Dat is altijd een leuk stukje omdat het vrij smal is en je dan aan beide kanten natuurgebieden hebt. Nou, dan gaan we weer terug. Dan gaan we verder richting de Haringvlietdam. Langs de zuidkant van het eiland voor de putten. Dan steken we over en dan gaan we langs de noordkant van Goeree Overflakkee gaan we terug. Een paar mensen introduceren. U ziet dat hier een camera staat. Roel. Roel, die is amateurfilmer. Die heeft gevraagd of hij van dit evenement een videoverslag kon maken. Nou, daar hebben wij mee ingestemd. Zijn we ook blij. Zijn we blij. Dat we dan ook zo'n document hier hebben. Want dat vertelt ook iets over ons werk. Dus ik denk dat we er een mooie dag van kunnen gaan maken. En nou, u ziet, we zijn al in beweging. Dus het is geen Elfsteden toch, maar het keek los. Ja. Het keek los. Mensen, veel plezier. De eerste brilduikers. Maar het is toch altijd raadzaam om even, als je iets wat op een zwaan lijkt ziet, om even te kijken. Want in deze tijd van het jaar kan het ook zomaar een wilde zwaan zijn. De wilde zwaan is volgens mij, bij mijn weten, zelfs wat ietsje groter dan de knobbelzwaan.
buurt van Rokanje. Dat is ook altijd een goede plek om grote zaagwerken te zien. Aan de bakboord van het schip. Voordat het eiland ingericht werd als natuurgebied. Nou, de vraag aan de vogelaars aan boord om eens uit te kijken of wij hier niet een blauwe kikkerdief of een bruine kikkerdief kunnen storen. Dat betekent dat we weer teruggaan naar het Haringvliet. Dan gaan we eens kijken of we in de buurt van de Slijkplaat en het Kwakgors bij Rokanje, of we daar nog bijzondere vogels kunnen opsporen. Is iets licht op. En dat we dan eventueel als Nou, ik zal je vertellen, wij doen dit al sinds 1999. Dus 2014 is het 15e jaar dat we dit nu doen. En, nou, we hebben het eerst met een andere maatschappij gevaren, maar die hield ermee op. En toen is Zilvermeel is ook in beeld gekomen voor dit evenement. En nou ja, we hebben het twee keer in het jaar gedaan. We hebben het ook wel in september gedaan, maar dan was het doel meer het kijken naar visarenden. Maar eigenlijk is er altijd wel wat te zien tijdens zo'n tocht van 6 uur. Dat is 's winters, is dat natuurlijk toch ook heel regelmatig een zeearend. Ik kan me herinneren dat we in het Krammer Volkerak hebben we ook wel eens kraanvogels gezien. We hebben altijd eigenlijk, en dat gaat vandaag ook nog gebeuren, we hebben altijd slechtvalken tijdens deze tocht. En dan al dat waterwild natuurlijk, hè, steltlopers, allerlei eendensoorten. We hebben zelfs wel eens een keer een kleine topper eend gezien. Nou, dat is een uiterst zeldzaam ding, wat zo heel af en toe hier ook op het Haringvliet terechtkomt. Nou, als je geluk hebt, wat is geluk? Maar als je een paar dagen voor dat deze tocht is, een flinke storm uit het noordwesten zou hebben, ja, dan loop je zelfs kans dat je kort achter de Haringvlietdam, dat je daar echte zeevogels gaat zien, hè? Zoals een duikers, hè? Bijvoorbeeld de roodkilduiker, kan je dan op het binnenwater zien. Je zou zelfs kunnen denken aan een zeekoet. De jagersoorten, dat zijn een soort roofmeeuwen. Daar kan je dan de middelste of de kleine jager kan je dan zien. Maar dat zijn wel echte gelukstreffers hoor. Maar ook de gewone watervogels. Dat blijft toch altijd weer fascinerend om al die vogels te zien. En dit heet varen naar de wintervogels. Omdat er ook een heleboel watervogels zijn die je zomers niet in Nederland ziet. Maar ja, die uit noordelijke delen van Europa, dus het noorden van Noorwegen, Zweden, Finland, die broeden daar en die komen 's winters komen die hier naartoe. En die zie je dus alleen 's winters in Nederland. En dat blijft toch altijd
weer zeer de moeite waard. Nou ja, Staatsbosbeheer stelt mij in de gelegenheid om dit soort dingen te doen. En we komen ook langs gebieden van Staatsbosbeheer. Nou, daar kan ik dan ook wat meer over vertellen. En ja, het is een hele goede manier om met mensen uit de streek wat te vertellen over die gebieden. En dat het ook belangrijk is om die gebieden te beschermen. En zo plaats te bieden aan al die wintervogels die hier naar de delta komen om hier te overwinteren. Slechtwalk is nu heel goed te zien. Ik weet niet of u die knol daar vliegt, maar weg. Dat zijn allemaal oude aalstovernesten. En de aalstovers die broeden dus veelvuldig hier in deze lage bosjes op het trek dan. En zelfs tegenwoordig. Dat betekent dat we varen naar de wintervogels editie 2014 erop zit. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Vanmorgen was het wel een beetje somber, maar dat is vanmiddag allemaal ruimschoots goed gemaakt. En ik hoop uiteraard u nog eens een keer terug te zien.